Is er iets voorbij oneindig? Dit is de Universiteit van Nederland. Wat is het grootste getal dat u kunt bedenken? Ja, u zult niet zeggen het is 338, want je kan er één bij optellen en dan is het groter geworden. Maar u zult wel meteen denken dat is oneindig. En oneindig is een soort vaag begrip. Maar is er nog iets groters dan dat vage begrip oneindig? En we zullen zien dat er inderdaad iets anders is. Dat er nog iets groters is dan dat begrip oneindig wat in uw hoofd zit. Maar laten we eerst even teruggaan naar 1900, eind 18e eeuw zelfs, nog even iets meer terug. En er heerst ontzettend veel optimisme in de wetenschap. De natuurkundigen dachten eigenlijk dat het wel zo'n beetje af was. Kelvin en Michelson, twee bekende natuurkundigen, die zeiden, er valt eigenlijk niet zoveel meer te doen voor de natuurkunde. Het enige wat we misschien nog hoeven te doen, is het iets nauwkeuriger bepalen van natuurconstantes. Natuurconstantes, dat is bijvoorbeeld de lichtsnelheid of de lading van het elektron. Natuurkunde is af. En ook binnen de wiskunde heerst een optimisme. Alles wat waar is, dat kunnen we bewijzen. Daarvoor kunnen we een bewijs vinden. En die wiskunde trouwens, die is enorm belangrijk. Want als de computer overal zit, dan zit de wiskunde op nog veel meer plekken. Bijna alles in onze economie hangt van die wiskunde af. En een collega van mij heeft gezegd, de wiskunde is als zuurstof. Je ziet haar niet, ze is onzichtbaar. Maar als ze er plotseling niet meer is, dan bemerk je opeens hoe belangrijk ze was. En dus die wiskunde, daar wil ik het in dit college voor een deel over hebben. En ook in die tijd van dat optimisme leefde Cantor. En Cantor, dat was degene die voor het eerst liet zien dat er iets groters is dan oneindig. Dat er een oneindig plus is. En zijn argument is zo simpel en elegant. In ieder geval, het is zo simpel dat ik het u vandaag wil proberen uit te leggen. En het is ook heel erg belangrijk, omdat zijn ideeën, die vormden een moker om dat positivisme wat er heerst over de wiskunde de kop in te drukken en te laten zien dat helemaal niet alles wat waar is ook te bewijzen valt. Maar daar kom ik straks op. Ik wil er allereerst laten zien dat er twee verschillende soorten oneindig zijn. Dat er een oneindig is en een nog groter oneindig. En het idee van Cantor was erg elegant. En ik wil u dat laten zien aan de hand van een hotel. Het hotel van Hilbert. Een andere wiskundige uit die tijd. Stel, er is een hotel en dat heeft oneindig veel kamers. En hierbij refereer ik aan uw gevoel voor oneindigheid. Dat vage gevoel. Er zijn oneindig veel kamers. Kamer 1, 2, 3, 4, 5. En dat gaat zo door tot oneindig. En al die kamers, daar zit een gast. En nu komt er een nieuwe gast. Een extra gast komt bij de receptionist. En die vraagt, heeft u voor mij een kamer? En wat zegt die receptionist? Die zegt, maar natuurlijk vriend, heb ik een kamer voor jou. Geen probleem. En hij vraagt iedere gast, hij roept om door de omroepinstallatie. En hij vraagt iedere gast één kamer op te schuiven. Dus de gast in kamer 1 gaat naar kamer 2. De gast in kamer 2 gaat naar kamer 3. 3 gaat naar 4, et cetera. En die eerste kamer die komt vrij. En daar kan die gast in. Dus oneindig plus 1 is weer oneindig. Nu komt de dag daarna, komt er een hele bus met toeristen aan. Het hotel zit nog steeds helemaal vol. En er komt een oneindige bus aan met oneindig veel mensen. En die willen allemaal een plekje in dat hotel. Wederom zegt die receptionist, dat is helemaal geen enkel probleem. Hij had het volgende plannetje. Hij zegt, iedereen zijn kamer uit, kijk naar het kamernummer dat hij heeft, vermenigvuldig dat met 2 en ga naar die kamer. Dus degene in kamer 1 gaat naar kamer 2.
Degene die in kamer 2 zit, gaat naar kamer 4. Degene die in 3 zit, gaat naar kamer 6. 4 gaat naar 8, et cetera. En u ziet dat alle even kamers op deze manier bezet worden. En alle oneven kamers komen vrij. En dat zijn precies de kamers waar die oneindige bus intrekt. Dus er is ook plek voor nog eens oneindig veel mensen. Dus u ziet, oneindig plus oneindig is wederom oneindig. De dag daarna, het succes van het hotel was enorm, kwamen er oneindig veel bussen met oneindig veel mensen aan. En wederom had die receptionist een plannetje hoe hij dat ging doen. Dat ga ik u vanavond niet laten zien, maar dat is op eenzelfde soort manier als dat ik daarnet vertelde hoe die oneindige bus erin schoof, kan je ook laten zien dat oneindig veel bussen met oneindig veel mensen plek hebben in het hotel. Dus we hebben nu gezien dat oneindig maal oneindig nog steeds oneindig is. Hoe komen we nou in vredesnaam voorbij dat oneindig? Want dat had ik beloofd en Cantor had dat beloofd. Nu komt er de volgende dag een hele merkwaardige bus aan. De comma-bus. Een hele grote bus, kan ik u vertellen. U voelt hem al aankomen. En in die bus zitten mensen. En die mensen hebben een achternaam. En de achternaam van al die mensen, dat is een comma-getal. Dat heb ik geleerd van mijn dochter. Een comma-getal, dat is een getal. En dat is een comma-getal tussen 0 en 1. Dat is een getal wat begint met 0, comma. En dan komt er een oneindige rijks van cijfers. 0,18359463. En dat gaat zo door tot het in het oneindige. Dat is één comma-getal. En alle comma-getallen zitten in die bus. Dus iedereen die in die bus zit, die heeft een achternaam. En die achternaam, dat is één zo'n comma-getal. En allemaal komen ze voor. En die buschauffeur, die komt bij dat hotel aan. En die vraagt aan de receptionist, heeft u plek voor de mensen in mijn bus? Nee, zegt de receptionist, vandaag gaat dat niet lukken, ben ik bang. Er is geen plek in mijn hotel. Ja man, ik heb gisteren nog gezien oneindig veel bussen met oneindig veel mensen die hadden plek. En nu mijn simpele comma-bus, waarom kan die er niet in? Ik geloof er niks van, zei die buschauffeur. Goed, zei de receptionist, laten we een spel gaan spelen. Waarbij we uitmaken of ik gelijk heb dat mijn hotel te klein is. Of dat jij gelijk hebt en er plek is in mijn hotel. En het spel wat ze gingen spelen was het volgende. En het is misschien instructief om dat eerst even te spelen met een eindig hotel. Om te zien dat het een goed spel was. Dus stel u voor, we hebben een hotel met 4 kamers. En in de bus zitten 5 mensen. En het spel wat ze speelden was het volgende. De buschauffeur die mocht een lijst overleggen aan de receptionist met welke gast in de bus in welke kamer terecht kwam. Dat was wat de buschauffeur mocht doen. En de receptionist die mocht, als hij die lijst eenmaal had ontvangen, mocht hij iemand aanwijzen die niet op de lijst stond. En die dus wel in de bus zat, maar niet op de lijst. Die de buschauffeur dus gemist had. En als inderdaad het hotel 4 kamers heeft en er zijn 5 plekken in de bus, dan kan die buschauffeur nooit al die 5 mensen in dat hotel stoppen. Ja, tenzij die 2 mensen in 1 kamer stopt. Maar daar beginnen we niet aan, want daar krijg je narigheid van. Dus dat mocht niet. 5 mensen in 4 kamers, dat past niet. En dus elke lijst die de buschauffeur overlegt, daarvan kan de receptionist zeggen, je hebt er eentje gemist. Dat ziet u hopelijk. En 5 is inderdaad echt groter dan 4. Maar als het hotel 5 kamers had gehad, dan had het wel gepast. Dan kan die buschauffeur wel een lijst maken voor iedere gast in zijn bus die in dat hotel past. Nu, ditzelfde spel spelen de receptionist en de buschauffeur van de comma-bus en het oneindige Hilbert Hotel. Op slot van rekening willen we aantonen dat die comma-bus groter is dan dat Hilbert Hotel. En ik claim, eigenlijk Cantor claimde, dat de receptionist altijd kon winnen. Dus de buschauffeur die komt met een lijst van alle comma-mensen en in welke kamer van het oneindige hotel ze zitten. En de receptionist die gaat een comma-getal aanwijzen wat niet op de lijst staat. En hier is het recept, hier is het algoritme wat de receptionist kan toepassen, zodat hij altijd wint. Stel dat die buschauffeur die heeft een lijst gemaakt. En u ziet hier achter mij hopelijk snel de slide met de lijst die de buschauffeur heeft gemaakt.
daar ziet u het. In kamer 1 heeft de buschauffeur gezegd, stop ik, gast 0,81077415. En dat gaat zo oneindig lang door. En in kamer 2 stop ik meneer nummer 0,32148673, et cetera. En de lijst ziet u op de slide achter mij. Zo heeft die buschauffeur dat gemaakt. En hier zit in maar een klein gedeelte van die lijst, want die is natuurlijk oneindig lang. En hier is het algoritme wat de receptionist toepast. Hij kijkt, en hij moet dus iemand aanwijzen die niet op de lijst staat. Hè? En hij kijkt naar de gast die in de eerste kamer zit. En hij kijkt naar de eerste decimaal na de komma. En u ziet, dat is 0,8. En dat gaat dan voor, maar de eerste decimaal is een 8. En hij begint niet met 0,8, zoals u hier ziet. Maar hij telt er eentje bij op. Hij zegt het getal wat in geen enkele kamer zit, dat begint met 0,9. En het is zeker zo dat 0,9 en wat ik hier ook verder doe, dat zit niet in kamer 1. Want in kamer 1 begint het met 0,8. En zo gaat hij door. Hij kijkt naar wie er in kamer 2 zit. En dat is het getal 0,321 en dat gaat zo door. Maar belangrijk is hier dat de tweede decimaal na de komma is een 2. Dus het getal wat hij aan het maken is, wat in geen enkele kamer zit, dat heeft niet een 2, maar dat heeft een 3 op de tweede decimaal. En zo gaat hij door. Dit getal, wat ik hier ook daarna maak, dat zal niet in kamer 1 zitten en dat zal ook niet in kamer 2 zitten. Nu gaat hij door. Hij kijkt naar welk getal er in de derde kamer zit en hij kijkt naar de derde decimaal. Dat is een 9, want het is 0,539. De derde decimaal is een 9 in de derde kamer. En hij maakt geen 9, maar hij telt er eentje bij op. Het wordt niet 10, maar het wordt 0. En dat doet hij ook met de vierde kamer. Hij kijkt naar het getal in de vierde kamer en wat er op de vierde plek staat. Dat is in dit geval een 6. En hij maakt geen 6, maar een 7. En we hebben nu bereikt dat dit getal, 0,9307, en wat ik hier ook maak, dat zit niet in kamer 1, dat zit ook niet in kamer 2, dat zit niet in kamer 3 en dat zit niet in kamer 4. En zo gaat hij door. Hij maakt een 0, want het volgende, kamer 5, op de vijfde plek staat een 9. Plus 1 is een 0. Op de zesde doet hij een 4. Op de zevende een 2. Op de achtste een 5. En hij gaat oneindig lang door. En hij bouwt op deze manier een getal dat niet op de lijst van de buschauffeur staat. En dus heeft hij gewonnen. Want het had niet uitgemaakt wat voor lijst die buschauffeur ook had gegeven. Hij kan altijd dat recept volgen wat ik hier gevolgd heb. En dus heeft de receptionist gewonnen en kunnen we concluderen dat de commabus echt groter is dan het oneindige hotel van Hilbert. En nu begrijp ik, misschien duizelt het u een beetje. Dat geeft niet, dit is een argument, dit is een bewijs wat je een tijdje in je op moet laten nemen, waar je aan moet ruiken, waarvan je moet proeven en dan moet het leren waarderen. En ook trouwens de wiskundigen in de tijd van Cantor, die dit geweldige bewijs bedacht, die vonden het maar niks. Die waren er helemaal niet blij mee. Deze arme Cantor, die toch al niet zo stabiel was, hij was manisch depressief, die ondervond ook veel weerstand met zijn ideeën en dit diagonaal bewijs. En een bekend wiskundige uit die tijd, Poincaré, die noemde het een zware ziekte, dit idee. En een andere wiskundige, Kronecker, die zei dat hij een charlatan was en een bederver van de jeugd. En er waren natuurlijk ook nog de theologen. Die vonden het al helemaal niks, want die vonden het een aanval op God. Want God is immers het allerhoogste oneindigheid. En hier kom je er onderuit. De arme Cantor die stierf ongelukkig in een sanatorium. Het is niet goed met hem afgelopen. Maar hij had één grote vriend en dat was Hilbert. Die ook de eigenaar was van dat hotel, maar ook een grote wiskundige uit die tijd. En Hilbert, die sprak het heel erg aan, die ideeën van Cantor. En hij hielp hem. En Hilbert heeft gezegd, laat niemand ons verjagen uit het paradijs dat Cantor geschapen heeft. Maar die Hilbert die was ook een rasoptimist. Die dacht ook dat alles dat waar was, dat je dat kon bewijzen. En hij heeft ook wel eens gezegd, wir müssen wissen, wir werden wissen. We moeten weten, we zullen weten. En de ironie heeft het dat juist die ideeën van Cantor en de diagonaal
truc die u hier nu heeft gezien vanavond, die gebruikte Gödel, wederom een heel groot wiskundige, om te laten zien dat niet alles wat waar is, bewijsbaar is. Dus er zitten echt limieten aan wat je met wiskunde kunt bewijzen. En Turing gebruikte precies zo'nzelfde soort idee om te bewijzen dat je met een computer niet alles kunt berekenen. Samenvattend, we hebben in dit college gezien dat er verschillende soorten van oneindig zijn. De ene groter dan de andere. En de techniek die daarbij gebruikt wordt, die kan je gebruiken om de limiet van de wiskunde aan te tonen. Namelijk wat je er wel en niet mee kunt bewijzen. En die kun je ook gebruiken om de limiet van wat je met computers kunt berekenen aantonen. Nou, mijn eigen onderzoek, dat is erop gericht om te kijken wat je wel en niet met kwantumcomputers kunt bepalen.